sieren is een beetje iemand inpalmen in onze taal. Maar misschien is versieren wel dat iemand naar je kijkt en zegt, jeetje, jouw ogen betoveren me. En jij gaat glimmen. Ik voel dat je betrouwbaar bent. En dat doet iemand goed. Dus versieren is met mooie taal iemand laten glimmen en glanzen. En dat kan met iedereen. Verleiden is dat je iemand meeneemt die gewoon hier met zijn computer en alles bezig is, of zijn met de was, afwas en zo. Dat je iemand meeneemt naar een heel ander oord. Verleiden heeft te maken met de nimfenwereld en die breng je naar zo even om het hoekje naar de altijd. Waar iedereen altijd jong is en waar de vrede is. We zouden de kunst weer terug kunnen nemen om te verleiden. Dus iemand vervoeren naar een veel fijnere domein. Dus ik daag je uit om te gaan verleiden. En niet verleiden, misleiden. Want wij gebruiken het verleiding altijd als een soort mis. Maar verleiding is dat je ziet er ergens een heel stil wonderland waar je met z'n tweeën heen gaat. En dat je alle preparatie doet om in dat wonderland te geraken. De schoot ademt nieuw leven, ongekend is haar diepte. Mijn heilige tempel wacht, stromend klaar ik de ruimte om het diepe in te gaan. De diepgang eigen maken, mijn innige holte wees. Liefde, passie en scheppingskracht leven in mijn schoot. Ik daal af in mijn bekken, ik wil wonen in mijn schoot. Ja, ik wil wonen.